Deze mensen, daarvan is wel degelijk procesverbaal opgemaakt. Daar hebben we nu de identiteit van, we hebben kentekens. En die staan nu allemaal ook bij Europol geregistreerd. Als die mensen straks niet op de zitting zouden komen, dan hebben ze echt een probleem. Als ze de eerstvolgende keer hier in Nederland op een of andere wijze gesignaleerd worden. Maar los daarvan, we hebben ze nu allemaal in die databases van Europol. En dat betekent dat ons dat in de opsporing ook heel veel verder gaat helpen om ook allerlei verbanden te trekken op het gebied van reisbeweging en dergelijke. En ik snap heel goed dat dat op het eerste gezicht voor mensen tot vertwijfeling en onbevrediging leidt. Maar de taak is uiteindelijk voor de lokale burgemeester, officier van justitie en politie om ervoor te zorgen dat dat, als gezegd, op een kundige en beheerste manier gebeurt. Want ik had hier niet prettig voor de camera gestaan als er gewonden waren gevallen of als er heel veel dieren waren gestorven. En laten we overigens wel weten, er speelt nog een ander element mee. Die wilt ook voorkomen dat daders, in dit geval mensen die eigen richting plegen door dat in dat terrein in te breken en daar te gaan zitten, dat die, omdat ze misschien klappen hebben gekregen van de ME, dat ze tot slachtoffer worden. Want dan gaat het beeld kantelen en dat willen we juist niet. We willen heel duidelijk neerzetten, hier treden we tegen eigen richting.